Niet één, maar twee teams vol sterren, topcoaches en... veel goals. En, oh, wat een padda is dit zeg, en wat een topanalisten. Ja, is echt ijsniveau, hè. Op een emotionele avond. Wij hebben het daar heel moeilijk mee. Ja, maar hoor ik ook bij de Creators FC of hoor ik bij het team van Marokko? Er zijn geweldige celebrations en coaches. Dan halen we gewoon de meest legendarische coach die je maar kan voorstellen. Als je maar zelf plezier hebt, is het altijd goed. Kevin Blom krijgt te maken met deze felle protesten. Ik denk dat jullie weer een hele leuke wedstrijd hebben neergezet. En Sila. My love, brothers. Back in the game. Shout-out. Shout-out naar Creators FC. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Gouden Lambo dus, Shahid is in de house. Een van de vele sterren die vandaag naar Nieuwegein zijn gekomen. En daar is de man, Seram. Silaf, ook voor hem natuurlijk. Zijn kinderen zijn mee en worden gelijk geknuffeld door fans. En de Silaf is populair. Daar hebben we de coach van de Marokkaanse tegenstander Legend Ice. Shout out naar mijn vader en moeder. Gedaan en hé, daar is Luc Steen. We zijn er, Creators FC. Helemaal chaos nu al. Chaos ook wanneer Ilias Vieto arriveert, de man van de komische clips. En waar denk jij dat Silaf voor staat? Libië. Heel duidelijk staat hij. En Marokko. Ja, huh? En wacht even. Oh. Nou, iedereen weet wat er natuurlijk met Libië gebeurd is. Overstromingen door een heftige storm. Marokko natuurlijk geraakt door een aardbeving. Deze raakt mij misschien extra met mijn Marokkaanse achtergrond. Love dus voor Marokko. Marokko, okay. Kunnen ze het goed gebruiken. Love voor jullie wanneer je dit doet. Subscribe, like, deel. Alles man. Maar vooral subscriben jongens. Peace. Shahid heeft nog wat recht te leggen voor die een superleuke suggestie doet aan jullie. Wil jij nou jouw woord horen in de video? Laat het even in de comments achter. Ook voor het eerst van de partij Steven Brunswijk, presentator en cabaretier. Like en subscriben. Zo werkt het. En niet allemaal van doe ik straks, niet gewoon lopen janken. Druk gewoon fucking knap jongen, een halve seconde en niet zo janken. Drukken. Er zijn heel veel fans, veel media en deze VV Vianen admin. Goed gevuld, heel veel mensen, ook heel veel pers zie ik. En we zien Dutch goalkeeper in de warming-up zweven. En support ons, dus like en abonneer. Klik op de link. Ciao. Duizend fans, maar hoe zit het met die andere getallen, vraagt deze legend zich af. Wat is jullie grootste nederlaag ooit? Er kan een nul in de eindscore zitten. Wil jij? Ja. Kijk. Oh, dan. 17, okay, dan is het 17-0 tegen. Ja. Voor deze neem ik een heel even... even ademen. En dan zien we Andy van der Meijden in mascottepak. Is toch ook leuk voor de content? Andy helpt Dutch goalkeeper met strekken en natuurlijk willen we de Luc-truc zien. Daar is die. En Akamist maakt hem bijna af. Vraag aan organisator en Marokkaans international Anouar Diba of het uitverkocht is. Helemaal uitverkocht. Ik denk dat we hem wel 2-3 keer vol konden krijgen. Chabon gaat nog even naar de kleedkamerkapper. Net voor de wedstrijd. Zie je wat gebeurt er als je op de bank zit? Wajo, wajo, wie we hier hebben! Oesama, wajo! Welke spelers kinderen herken jij en wat doet Koen met de Creators vlogcamera? Kleine groep tweede klasse. Het is de warming-up van Arsenal. Ja, zo is hij altijd. Ja, zo is hij erbij, hè? Ik zie Willem van Hanegem, jongens. De Kromme! Wauw. Wat? Yo! Kijk, kijk, kijk. Loco, loco! Hey! Loco, loco! Loco, loco! Baby Bayo, wauw! Zo, die lamp is ook fel, hè? Ja, maar moet je zeggen, dit is een glimt wel lekker. Zoveel camera's. Nog een camera. Jij bent naar de kapper geweest. Ah ja, mag 3. En dat zijn de beste, hè? Dat zijn de beste. Kun je een shout-out doen naar Ellie? Hij kon er vandaag shout-out naar Mohamed Ellie. Ik ben fan. Hele grote fan. Maar vandaag? Niet. Ja, nee, vandaag ook, maar iets minder, want wij gaan winnen. Oké. Beetje rustig houden. Als je maar zelf plezier hebt, is het altijd goed. Dat is het belangrijkste. Dat zijn wijze woorden. Coach en analist vandaag, Toussaint, die weet wat Zitoen betekent in het Marokkaans. Koen Zitoen. Ja, Koen Zitoen. Ik ben vader van Anouar. Diba. Oh, echt? Ja, daarom. Mashallah. U bent wel knapper. Ja! Ja, sowieso. Ja, hij is knapper. Ik heb hem net ontmoet buiten. Met die stropdas. Ja, Bebe. Ja. Deze man. Ik zat vaak in Kuip, hè. Ik ging jeugd. Karim! Legia! 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 En dan een uniek kijkje in de kleedkamer vlak voor de wedstrijd. Dus dat betekent... 4 mensen achterin. 4 op het middenveld. En Seren. Waar stond ik? Oh, spitsen. Hey, we gaan zo meteen het veld op. Let's go!
Daar komen Creators FC en de Morocco Legends voor een wedstrijd die in het teken staat van de ramp in Marokko en Libië. Dit gaat een onvergetelijke wedstrijd worden die je absoluut van het begin tot het einde moet beleven. Alles zit erin en de passie die spat van het scherm. Het aantal sterren is giga. Voor de Creators zien we kickbokstoppers Imad Hadar, de tank Tariq Kabas, Yuri Cornelissen, VV Viana, admin Didier Shahid, Muizen en Die Been, Sram Lakap met Zoom, Ruben van 433 Arsenio, Koen, aardrijkskundemeester Roy, Steven Brunswijk, Glenn Helder, Marouam, Dutch goalkeeper Koen, Roy de coach, topscheidsrechter Kevin Blom en dan de tegenstander met Anouar Diba, de consul van Marokko Papa Diba, Hamza Borrelnootjes, Noordin Boukhari, Ali Bouzabon, Jamal Ahmali, Mounir El Hamdawi, Said Boutahar, Noordin Godani, Jamal El Mourabit, Adrian Barakat, Sarbon, Boer Ayoub, Ilias Vieto, Willem van Hanegem, Hassan Salim, Ryan Diba, Karim El Amadi is er ook, daar komt hij in beeld. Moussa Kalis, Izzy Hitman, Ilya Stoeps, Joestoep, Jawad Sloegi, Orlando Engelaar, Khalid Sinu, Hussein Betzai, Khalid Ais en Andy van der Meijden. En om de zeer ongelukkige rasvoetballer Nouri te eren, hebben alle spelers rugnummer 34. Wij hebben het daar heel moeilijk mee. We zien hem als broertje, snap je? Jammer. Dat is het minste wat we kunnen doen voor die vader. En dan een minuut stilte voor de slachtoffers van de ramp in Marokko en Libië. Saïd zet daarna de bloemetjes buiten en hier staat voor een paar miljoen en heel wat interlands. Roy is een gever, blijkt ook bij de TOS, waar hij een vaantje geeft en een prachtig shirt. Maar wat krijgt hij daarvoor terug? Helemaal niks. De cameraman is ook jullie commentator en krijgt het moeilijk met 35 spelers met rugnummer 34. Over een week komt er een XXL vlog trouwens. En aan het eind van deze wedstrijd laten we zien waar de Creators FC staan. In de stand om de Eredivisie, dus blijf kijken. Eerst de aftrap door twee zonen van de voorzitter en de initiatiefnemer en de Creators FC bingo. Welke van deze typische creators commentator worden, ga je horen. En welke vind jij het mooiste? Mooi dat dit gassie gewoon niet overspeelt, maar zijn kans pakt scoren bij Sinu. Ja, dat is wel geinig. En dan zijn we echt begonnen. De eerste kans is voor Shahid, die de bal goed meeneemt en heel veel aan het padellen is. Roy heeft zichzelf stiekem als 12e man opgesteld, maar de tegenstander komt er gelijk achter en Roy heeft twee kickboxers reserve gezet. Je gaat fanatiekelingen zoals wij toch niet op de bank zetten? Geen Noah, die is naar de musical Kruif. Wat is nou belangrijker? Hij wordt vervangen door Dutch goalkeeper Koen en die begint prima aan de wedstrijd. Laat gelijk even weten wat Edje moet zeggen. Hè? Ja, dat is zo belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Ja, drol. Ja. Bijvoorbeeld Seram op Joris. En oh, die pakt met een panna de luxe gewoon naast een Villa-speler Karim El Amadi. Zo zeg. Ja, en Orlando Engelaar, 14-voudig international, probeert hetzelfde te doen bij Koen. Dat lukt niet. Sterker, de creators veroveren de bal. Hier is Glenn, Helder, ook international. Daar is Koen en geblokt. Dat schot. Hij zelf is dat niet. Geblokt. De Marokko Legends proberen het vooral van afstand en willen scoren met een knallert. Vandaag even niet. Meneer El Hamdawi speelde 4 jaar als international voor Marokko. Joris lijkt al snel geblesseerd, maar de bank van creators is breed. Die van Marokko bestaat uit 35 spelers. Hier is Diba met de volgende kans, maar dit was buitenspel. Dan hebben we hier een pitsinvader, is iemand zijn dochter kwijt. En let dan op deze aanname van Glenn Helder. Ja, ik heb ervan genoten. En wat een lekkere Tarzanzaag komt er nu aan. Sram overleeft hem. Glenn met de crosspaas naar meester Roy. De creators dichtbij een hele verrassende 1-0 voorsprong. Want dat zou het natuurlijk zijn tegen al die echte voetballers die op topniveau hebben gespeeld. Keeper Sinu, Marokkaans international geweest. Aan de kant veel extra mogelijkheden. Touzani extra coach. Daar komen de Atlasleeuwen. Hier wordt goed overgespeeld. En daar is strakke doelpunt Jamal El Mourabit. En weer niet de 0 voor creators. Voor Dutch goalkeeper die gepasseerd wordt in dit geval. Koen stond 2 man te dekken, eentje loopt eroverheen. 1-0 na 12 minuten. Het hoeft niet zo te gaan. 1-0 zo door Jamal.
Wordt dit een monsterscore? Meester Roy heeft daar in ieder geval geen zin in. En Glenn Helder, fanatiek als altijd, al helemaal niet. Dit is geen buitenspel. Glenn heeft in de Eredivisie nog gespeeld tegen een aantal Marokkanen. En zorgt voor het vuurwerk van Creators FC kant in de beginfase. En waar vuurwerk is, is rook. En dat levert dit soort spookachtige plaatjes op. Creators blijven aardig overeind, sterker. Joris gooit deze gewoon even. En Glenn geeft vriendelijk bijles op het veld aan Seram. Zo kan het ook. Shahid, superfit door al dat padellen. Daar komt hij. Goed voor zijn man. Weer, alleen zijn afwerken kan nog ietsje beter. Shahid, Seram. Met deze kans voor de Creators. Nog maar 0-1. Boukhari, diep gestuurd. Opzij naar Moussa Kalis en de 0-2. Wat een goal. Dutch goalkeeper kon hier niks aan doen. Maar buitenspel wordt er geroepen, telt hij wel. Deze goal. Of was het buitenspel. Internationale scheidsrechter Kevin Blom gaat dan kijken. Hij is gewoon een goal. Nee. Hij is 100% een goal. Kom op. Ja, je ziet het misschien eerst in deze, mag je buitenspel. Hij probeert te beïnvloeden, maar Blom keurt hem af. Geen 0-2 dus. De rust aan de bal trouwens opvallend goed bij de Marokkanen. Koen zat daar een beetje mis. Daar komt de volgende kans voor Boukhari, die nog meedeed aan het Afrikaans kampioenschap in zijn land. Een waarschuwing aan de zijkant. Pannen, hij komt eraan. Roy, hou die binnen dicht jongens, pas op hè. Jullie weten het. Pannen deluxe. Mobise belooft een panna en Roy heeft de bingo gewonnen. Glenn stuurt zijn rand weg en bijna. Aan de zijkant. Je moet die nummer 13 moet je erin zetten. Die zat er al lang in. Is Ice niet helemaal scherp? In het veld groeit Koen richting Helderol. Kijk maar. Geweldig. Dan een speler waarvan Roy de coach geen eens weet wie het is. Hij scoort wel bijna van eigen helft, deze gast. Dat is Shahid. Niet verrassend natuurlijk dat Marokko sterker is, meer kansen creëert. Deze bijvoorbeeld die op de lat belandt. De dwarsligger noemen ze dat in België. Veel Marokkaanse vlaggen, heerlijke sfeer, maar er komt nog meer. SBS staat daar een beetje voor paal. En de creators komen nu ineens heel zwaar onder druk te staan. De voorzet, ja, voorzet richting Mo. Bicep. Geen pannen nog, wel bijna een doelpunt van Mo die al een paar keer aan de andere kant meedeed bij de creators. Veel aanvallen over links. En daar komt Moussa Kalis en daar is de 0-2. Als die telt, en dat doet hij. Beetje jammer. Voor de creators. Nee, ik weet niet. We staan wellicht helemaal open schatenkaas hier in de verdediging. Het doelpunt valt in de 26e minuut. Mooie schijnbeweging van Kalis trouwens. Hier. En dan daarna zo scoren. 0-2. Shahid. Seram. En dan oppassen voor een brommetje. Gelukkig wordt Sinou niet geraakt. En let dan op. Er komt een panna aan. Een panna deluxe bij Arsenio, de beste speler van de creators. En ook nog de 0-3. Door Kalis. En dit is wat onze topanalist zegt over Creators FC. Ja, is echt ijsniveau, hè? Slecht dus. De panna, de versnelling en daarna de goal nog een keertje in slow motion. Het tempo waarin Creators FC een beetje speelt. Slim duwtje trouwens en de goal binnen het half uur. En dan de andere analist over Creators FC. Deze topper. Nou, er was één jong ventje. Die was dan wel aardig. Wie zou deze legend bedoelen? Joris of de net ingevallen Alessio? Deze voorzet komt letterlijk uit het niets en back in the game. Een prima goal zeg van Alessio Di Martino en ook prima zijn celebration. Oh, ik dacht al, ik ga niks geks doen. Hè. Maar je doet dus wel gekke dingen. Scoren tegen zo'n sterk team bijvoorbeeld en zo dansen. Alessio, een minuutje staat hij in het veld. Het is zijn eerste balcontact. De nul is van het scorebord af. En het is echt een spitse goaltje hoor. Uitstekend. Is de balcontact, tuurlijk. Oh, lekker vriend. Vervolgens komen we erachter dat Seram kleurenblind is. Koen valt om. En Mo is uit op een goaltje. Mobise, goede voetballer.
Alessio, is dat zeker ook? Dit is prima. Ja, die wilde wel 2 maken. Bijna. 1-3. Ze leven nog. Krijgen wat kleur op de wangen. En Jori, ook ex-prof, doet dan zelfs dit. Weer een panna Luxor. Ze vliegen om je oren. Hang jonger aan de kant. Glenn richting Shaiti twijfelt daar wat. En Sinu ook. Is dit een overtreding? Wordt gefloten. Ja, is dat een rood? Is dat rood? Hij heeft rood in zijn hand. Nee, het wordt geel. En natuurlijk een vrije trap. Die wordt genomen door Glenn Helder. En die heeft deze variant bedacht. Leidt af door te vallen, waardoor er bijna wordt gescoord. Heel slim gedaan. Dan is Koen daar even ver van huis. Dat vindt Glenn nooit lekker. Karim El Amadi! Bijna van ver een wereldgoal voor hem. Hoe was het debuut dan van Steven Brunswijk? Goed, maar hier eventjes niet. Koen, prima. En Muis met de sliding. De Marokko Legends willen nog voor rust afstand gaan nemen. Via deze aanval. Maar ze raken de paal. Serang krijgt dan een spastisch trekje in zijn been. Daar! En levert verschrikt de bal in. Maar Steven speelde een berensterke wedstrijd hoor. Toch is het wachten nu op de 1-4. Hier is de volgende Marokkaanse rode golf. En gaat deze er dan in? Nee, weer niet. En aan de andere kant van het veld gaat Circus Serang voor een tweede voorstelling. En Alessio voor een tweede goal. De Marokko Legends gaan dan een 1-2'tje aan met de creators. Mobisse, links, staat te wachten, staat vrij, krijgt de bal ook. Mo en Koen met een zweefsave. En dan kaboom! 1-4, goal door Kalis. Mo krulde hem bijna in de kruising en ook de redding is schitterend. En daarna wordt zo de ruststand neergezet. 1-4. Het is tijd voor wat selfies. En mooi dat hart op het shirt van de Marokko Legends. Jullie zagen het, hè? Eerste helft, creators even van smoken niet, hè? Als jullie smoken niet hebben, wat Lisa, man. En daar zijn de Muppets van Creators FC. Ja, het gaat prima. Het gaat prima. De tweede helft doen we wel 10 wissels erin voor 10 anderen. Ik denk dat we gewoon in zone moeten gaan verdedigen. En 3-4 man vast achterin moeten houden, want anders dan gaan we naar de 10. Wow, wat moet beter, man. We zijn niet in de game, dat is het ding. We zijn niet in de game. Ik wil die gasten een beetje pijn doen. Nu gaat het te makkelijk. Gaan we even veranderen, of niet? Gaan we het veranderen of niet, eventjes nou? Ja! Als we proberen, als we de bal hebben, daadwerkelijk, zeg maar, snap je, weet je, weet je wel? Ja, precies. Stel wat ik bedoel, dat je gewoon daadwerkelijk, weet je wel? Ja. We hebben een heel mooi bedrag binnengehaald voor de slachtoffers van Marokko en Libië. Bedrag van 25.000 euro. Zegt de voorzitter van JSV en prachtig dit. En let dan op, Shahid, Mo Bicep en de onderbroekenlol in het team. Mishandeling. 10-1. Nog een voorspelling dan. Double bicep van smoken. En hij gaat erin, hoor, maatje. Van afstand zo. Helpers weg. Tweede ronde, tweede helft. In het rood nu het zoontje van Anouar Diba. Die het talent duidelijk van zijn vader heeft, deze Ryan. Scoort er bijna. Hoeveel scheelde het? Zoveel scheelde het. Jori wil niet voor paal staan. Maar Mo Bicep doet dit iets links daarvan. Weer een panna Lux. Eentje die Mo had aangekondigd. En Luc kan het wel waarderen. Ook in de tweede helft begint Marokko sterk. Dit is Mounir El Hamdawi. En daar is een stiftje aangeraakt. 1-5. Ai, ai, ai. Hij is er gewoon in. Wat een scheidgoal. Vooral omdat Dutch goalkeeper werd afgeleid door die mascotte. Maar ook omdat hij er zo via het been van Steven invalt. Een soort van eigen doelpunt. En scoren bij het debuut dus voor Steven. Karim El Amadi. Ilias Vieto daar op rechts. En het is weer raak. Djawad Soufi Sloughi maakt hem. Geboren net naast de Kuip. Maar telt hij wel. We gaan weer kijken. En dan ontstaat er dit opstootje aan de kant. Net als in Engeland heeft de VAR even geen lijntjes tot beschikking. Moeten we het met deze beelden doen? Telt ie? Niet doen, Kevin! Niet doen, Kevin! Buitenspel, vriend. Let op. Ik hoop het wel. Hoppa! Ja!
Deze telt wel. De cabaretier Sloeki krijgt Kool officieel op zijn naam. Glitch in de knie. Glitch in de knie, hier, kijk. Hoort toch niet? Nee, dat hoort niet. Karim eruit halen hoort ook niet. Er staat 40-0 vol. Moet je nog 60 man erbij hebben, ook je? Glenn, kom aan. Jij hebt dit. Naar binnen, kruisen. Hodo. En daar gaat Glenn. Naar binnen. En kruisen. Hard ook. Duwen. Ja, dit is een mooi duel hoor. Het wordt feller daar bij JSV in Nieuwegein. De thuisbasis van de creators. Arsenio, Alessio. De gevaarlijkste man van vandaag bij de creators. En die andere keeper bij Marokko stopt hem. Wat is zijn naam? Weet jij het? Bij de creators is de admin van het hele grote account VV Vianen ingevallen. Dat is DJ. Die voorkomt dat Sloeki weer scoort. Daar komt weer een schot van afstand en goed gestopt. Aanval loopt wel door en Sloeki, weer hij. 1-7, de score loopt nu wel heel erg op. Er is nog geen uur gespeeld. Wordt niet heel kort en scherp gedekt erachterin. En Marouan, daar rechts in beeld, is een beetje boos. De schoolkeeper doet de groet aan Noah. En Saran is er helemaal klaar mee. Dus dat. Foto. Zo'n foto is goed, kom maar. Houd foto. De Marokko Legends kennen vervolgens geen genade, gaan voor de 10. Zouden ze dat halen? En dat is pech. Bal weg. Dan Tima. En goede bewegingen. Een 1-2'tje. Ja, Tima en Koen. Goeie redding van Dutch goalkeeper. Zonder hem had de 10 al op het scorebord gestaan. En dan gallery play van de Marokko Legends. Kijk maar eens. Maar Jawar heeft daar geen zin in. Dat is een felle. Glenn. Scoren tegen zulke topvoetballers is nu het plan. Roy, AK Kennisclips, doet dat bijna. De selfies worden dan al verzameld. Terwijl er nog even te spelen is. Als Roy incognito deze hoekschop neemt. En daar komt Alessio en... Golasso! Wat een doelpunt zeg. Technisch heel knap. 2-7. Roy heeft zijn assist te pakken, vindt hij. Andere Roy maakt het daar de keeper lastig, maar dan die goal. Klein dansje daarna, misschien, Alessio? En misschien opdragen aan iemand die goal? 6 voor Mini Charak. Goeie techniek, jongen. Mini Charak. Mini Charak, het zoontje van Shahid. Nu oppassen voor de 2-8 direct daarna. Steven staat er als een toren van Babel, maar dan komt daar toch een spectaculaire omhaal van Charbon. Kijk en geniet. Dan weer een pitsinvader. En die van de meiden in dat mascottepak. En weer een strijd tussen Steven en Sloeki. Die bijna ontaart in een vechtpartij. En in buitenspel. Dit doelpunt, goede redding van Koenor, wordt afgekeurd. De creators komen nog goed weg met 2-7. Daar de reflex, daar een doelpunt, dan de beslissing bij het spel. En dan de meest spectaculaire wissel ooit. Daar komt een kickboxer, dat wordt hoppa gras eten. Daar komt de tank, Tariq Kwabes. Zo betreedt hij het veld. Geweldig. Maar heeft hij wel voetbalschoenen aangedaan? Ja, dat is gecontroleerd. Gouden wissel. Wordt dit inderdaad een gouden wissel? De belt wordt dan gestolen. En we gaan naar het laatste kwartier. Met Marouan, die klein is, maar niet bang. Hij gaat Marokkaans-Romeins worstelen. En krijgt een kaart in de kleur van zijn shirt of wordt het rood? Nee, gelukkig. Bijpassend. Let dan op. Deze pannen wordt mede mogelijk gemaakt door Glenn Helder. Het zoontje van Kevin Blom komt dan helpen op het veld. Even een 10 minuutjes meegelopen. Ja, prachtig om mee te maken. En ja, de dag van zijn leven. Dus ja, super. Daar staat hij te kijken of dit door mag gaan. Ja, dat mag. Die aanval van het Marokkaanse team. Weer Sloeki. Een hat-trick voor hem. Die cabaretier kan ballen hoor. Vooral de schijnbeweging was heerlijk. Let op. Deze. En dan ook nog deze. En de doelpunt van hem. Salah naar dus goalkeeper. Gedaan. En waar moet jouw scheids bij de aftrap staan? Precies daar. Boer Ayoub begint een striptease. En de creators krijgen een opleving. Met Arsenio. Ze geloven er nog in scoren.
Dan de tank in roodshirt, Ali Bouzabon, mag zomaar doordenderen over de as. Daar komt hij, daar gaat hij en dan alleen nog wat trainen op afwerken. De 10 is nog steeds mogelijk voor de Morocco Legends. Zeker wanneer dat talentje Mini Diba wordt weggestuurd. Maar Koen heeft geen zin in de 10. Er wordt dan dapper hoog druk gezet door de creators, door Marouane. En dat werkt. Dat was geen overtreding. Roy zelf, 3-8. Marouane, 3-8. Oh, die wacht wat lang. Te lang. Zonde. Zo ging dat. Dit was wel een kans, hoor. En hij krijgt daarom straf van de meester. Dan een vage actie van Arsenio. En vervolgens strafschop. Maar wie neemt hem? Het is een strafschop, maar wie neemt hem? Ik dacht, joh, weet je, laat ik hem nemen. Daar nog een keer de overtreding. Knap om een kickboxer neer te krijgen. Blom doet een kickboxer na. En Roy achter de bal. Heeft u even. Ai. Glitch in de penalty. Want gestopt. Maar nadat hij gestopt werd, is er een rebound. En Alessio maakt zo de 3-8. Hattrick voor hem. Hij reageerde zo heel scherp. En zo viert Roy zijn assist. Tre, hattrick. Je moet snassen. Soms moet je gewoon die... Corruptie. Maar niet uit, hattrick. Hattrick. We hebben 7-3 verloren, maar ik heb hattrick. Oh, ik ga goed slapen vandaag. Weet je wat ik ga doen vandaag? Broodje frikandel eten. Frietje, ik heb verdiend vandaag. Roy viert zijn gemiste strafschop zo. Uiteindelijk heb je een indirecte assist. Nog een keer die bijzondere aanloop van Roy, de coach. Nou, wat vond je er zelf van? Ja, en wat vonden jullie ervan? Die aanloop, die strafschop, die redding, die doelpunt? Laat het weten in de comments. In ieder geval kan Roy de bal in één hand vasthouden. Wat een man. 3 doelpunten. Het slotoffensief is dan met 13 man tegen 13. En Mini Diba wil nog wel. Hij schiet naast een goal van Koen Zitoen. Dutch goalkeeper is nu veldspeler. Gaat voorin spelen. Glenn zoekt hem. En dat zat wat geweest zeg. Dutch goalkeeper Terken aan Blauwbroek en GoPro. 5 minuten nog. Die Mini Diba kan echt wel wat. Daar is hij weer. Daar gaat hij weer. Daar wordt een goed blok gezet waardoor hij kan doorlopen. En Koen Zitoen. Aanval loopt door en er is een slippertje van Sloeki. 3-8 is dus de stand, maar... Terwijl ik had een paar reddingen gewoon, hè. Hé, hey, als je OB, als je die wegknipt, hè. Zo. Omdat je er extra voor betaald hebt, Koen, hierbij nog een keertje je redding. We gaan naar de laatste minuut. Jawar is er vandoor. Daar gaat hij en dan... Oh, weer een broebietje, maar dan een echte. Hard in botsing met de keeper. Hopelijk gaat het goed met hem. Knight Rider Shahid vertrekt dan vast en met die keeper gaat het gelukkig goed. Die loopt weer, de laatste minuut ook. Net als Mini Diba en Koen houdt maar mooi de nul in die paar minuten dat hij keept. Extra speeltijd. Marouane snel, zo dan. Wil een mooie punt achter de wedstrijd zetten, maar stipt naast en besluit de wedstrijd dan met paardje rijden op Andy van der Meijden. Kevin Blom fluit vervolgens voor het laatst deze avond. De heerlijke wedstrijd eindigt in 3-8 in het voordeel van de Marokko Legends. En dan nog een shout-out. En ja, sowieso de crowd, man. Heel chillen. Dank voor je komst, Andy. Elke voetballiefhebber wil een keer tegen zo iemand spelen. En ik heb het gewoon gedaan, samen met mijn creators, maatjes. Goeie wedstrijd. Hij heeft een record aantal handtekeningen, honderden selfies worden per speler gegeven en dan de stand in de Eredivisie. De creators staan 5e, maar verliezen een beetje de aansluiting met de top 4. PSV, AZ, Twente en Feyenoord en Ajax staat 17e. Gelukkig heeft Roy voor de volgende wedstrijd de sleutel naar succes gevonden. Even een huishoudelijke mededeling, er is iemand zijn sleutels kwijt. Stuur even een berichtje, want die lag op het veld. Maar wat vond de grootste legende van de avond ervan? Het niveau was nou niet waarvan je dacht van zo, dan ga ik er een paar selecteren. Nee. Ja. Ja. Nee, dat is een grap. Oh, nee, die heb ik aan mijn zak. Dankjewel. En Akamist, hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Ah, nee. Nee, twee keer. Jongens, twee keer. Oh, de planeet die om de aarde draait. Nee.
Hey. Dat leek ook van een wereldbol. Je mag de bal mee naar huis nemen. Dat is leuk, man. Dat is leuk. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja? Zitoen, de 0 in 11 minuten. Man of the match. Jazeker. Jazeker. Met Beken. Kijk eens. Allemaal overstekende kinderen. Oh, wat gebeurt hier? Deze gaat sowieso boven mijn bed. Elke keer dan als ik wakker word, denk ik, ja, hier heb ik het voor gedaan. Diba, nou, ik moet eerlijk zeggen, die kapbeweging, die sleep, die is nog steeds dodelijk. Dat doet hij echt fantastisch. Player of the match, Alessio! Binnenkort over 3 weken, 4 november, dan gaan we voor de gouden boot. Lisse, here we come. Lisse, here we come. 3 punten! Volgens mij is het al uitverkocht, dus dat is natuurlijk crazy. En chat... Back in the game. Alsjeblieft, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. En zo ruimt de cameraman zijn spullen weer op na de wedstrijd. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.